hebben het projectteam hebben wij opgezet. Daar kwam ik dus ook bij als werkvoorbereider. En we kregen dus te horen van, nou, je krijgt een heel mooi project, 170 woningen. Nou, een gigantisch project, ook voor mijn doen. Dus ik dacht van, nou, gaan we voor. En toen zeiden ze, nou, Ramon, hij mag binnen 8 weken mag de woning gesloopt worden. Mogen de mensen eruit, mag die weer nieuw gebouwd worden. En dat in 8 weken tijd. Ja, toen dacht ik ook bij mezelf van, oh, dat is wel een hele uitdaging. Om deze uitdaging aan te gaan heb je mensen om je heen nodig die out of the box kunnen denken. Die niet alleen in hun eigen straatje denken, maar denken in het grotere geheel, in het grotere belang. Het doel voor ogen blijven houden. Waarom moet ik wel eens iets anders denken dan wat ik regulier denk? Om het proces goed te laten verlopen. Met andere woorden, ik moet ook me kunnen voorstellen wat een installateur doet. Wat een afbouwer doet, wat een trappenbouwer doet, wat een afwerker doet, et cetera, et cetera. Om dat hele proces moet ik mee kunnen denken en moeten de andere co-makers ook mee kunnen denken. Want we hebben zo weinig tijd, we kunnen niet al onze processen ieder voor zich gaan draaien. Nee, we moeten dat integraal oppakken. We hebben niet tegen een partij gezegd van, dit moet er gebeuren in die tijd. Nee, we hebben deze tijd. Als jullie het nou voor het zeggen hadden, hoe wil je het dan doen? Nou, dan komen die partijen, die komen met hele goede ideeën. En zo hebben we meerdere onderaannemers die veel met elkaar samenwerken. Zoals de grondwerker, de metselaar, de panellegger. Eigenlijk alle partijen die buitenom werken, die hebben we allemaal bij elkaar gezet. En die zijn nu hier met elkaar in discussie gegaan over hoe het beste plan eruit zou moeten zien. En nu is het idee, het plan is van iedereen. En ja, wordt er veel beter samengewerkt. En we hebben wel eens gedacht van hoe gaat het ons lukken om al die elementen, ook voor onze co-makers, de installateur, maar ook voor de tegelzetter en et cetera, om die allemaal ingeheest te krijgen in een casco. Hoe gaat het ons lukken op één dag? Is een dag nog wel lang genoeg? We hebben van tevoren studies op losgelaten, aantal hijsbewegingen geteld en van tevoren denk ik dat zou wel moeten kunnen. En dat is nu het mooie van het integraal denken. De mannen die het nu monteren, dat zijn alleskunners. Die niet alleen een casco monteren, maar die monteren ook een trap, die monteren ook de binnenwanden. En als je zo gaat denken, naar het eindproduct toe, dan gaat het je lukken. Als Nijers heb je de ambitie om dit concept gewoon verder door te ontwikkelen en te implementeren op veel meer plekken. En veel meer situaties, zodat we ook andere opgaves gewoon met dit concept gewoon goed in kunnen vullen.